allemaal. Het is weer vrijdag. Yes. En we zijn weer op pad. Kijk, en hier staat er eentje te pielenballen dat hij op schoot wil. Moet je wel een keer op schoot, hè? Maar hij moet lekker even wachten. Oh. We zijn onderweg naar Vessen. Zijn we altijd weer niet meer geweest. Het is spekdonker. Yes. Gezellig. We hebben afgesproken met Dickie en Jacques. Ja. En uiteraard mazzel. Dus we gaan een gezellig weekend hebben met sessies. Ja. Als het goed is. Gaan we wel vanuit. Tuurlijk gaan we daar vanuit. Hoe heet dat? Het is nu nog eventjes wat regenachtig weer, maar het schijnt beter te worden. Dus. Ja, kijk. En als ik hem nou naar voren draai, ja, dan zie je dat het licht wordt. Ah, wel ja, joh. En dan, wij zijn het zonnetje, hè? Ja, joh. Doen we. Zo, we zijn er. Bijna. Binnen de bijna. Zo, is knap drukkies. Ja. De moos tegenhouden, anders kiept die. Ja. Hoppa. Welkom. Welkom. Heeft u gereserveerd? Zoek een plekje uit. Nou, helemaal goed. En we staan. Camperplaats de Spekdonker. Nou, dat is voor heel veel mensen een bekende camperplaats. We staan op nummertje 15. Tors heeft een paadje buiten gelegen. We zijn er al een tijdje. Kijk, nu gaan jullie de slapstick van Dick zien. Hij gaat de lijf vol indraaien. Kijk, ze zijn hier weer even in Nederland, hè? En tak? Tak, tak! Ja, mazzel! We gaan er weer vandoor. Ja, lang genoeg bij die Adriaan-tour geweest. Ah, gezellig! Houdoe! Ik ga ze zo meteen een pakje koekjes geven, die heet de gangmakers. Hebben ze wel nodig. Nou, hier hebben we het informatiehokje, hè? Waar je lekker kan zitten, rikkie kan steuken. De prijzen. 15 euro per nacht inclusief. Stroom is 50 cent per kilowatt. Het is 10 ampère. En 1 euro voor de douche. Dan gaan we van het weekend ook nog even kijken. Het is een nieuw sanitair gebouw. Nou, hier wat info, hè. Fietsen, wandelen. Enzovoort. Daar heb je ook nog uitlaat. Althans uitlaat, hondenspeelveldje. Kijk. Nou, hier kun je pad volgen lopend of met de fiets. Kun je helemaal daar naar achter en dan ga je richting de bossen. De Buikheide. We gaan eventjes bij moeder Uiterras kijken. Dus nog iets lekkers te eten hebben. Nou, we gaan even het boerderijterras. Gaan we eventjes naar binnen. Kijk eens even, een leuk spelendingetje voor de kinderen. Daarachter zie ik het sanitair gebouw al. Dan gaan we hier lekker een hapje eten. Dat gaan we doen. Achter de schermen bij Adriaan Tour. Achter de schermen, ja. Goedemorgen allemaal. Zaterdagmorgen. Heerlijk geslapen. Vroeg naar bed gegaan. Maar ook weer vroeg eruit. Nou, zoals jullie zien. De fietsen er al afgehaald. We gaan daar even een stukje fietsen met z'n viertjes. Volgens Dick is er wat te doen bij Eurocamping Vessum. Allemaal self-made campers. Dus dan gaan we daar eens even kijken. En in ieder geval een lekkere fietstocht en een doel om ergens naartoe te gaan. Nou, we zijn eindelijk aan het fietsen. Wat problemen.
met het kabeltje, met de aandrijving, maar het is gemaakt. We kunnen. Hoe goed dan een professionele fietsenmaker bij ons hebben. Inderdaad. Simon? Ja. Nou, we zijn onze fietstocht begonnen. Het gaat prima, de fietsjes doen het nog. Dit ziet er wel heel gezellig uit. Ik weet niet meer zo goed hoe het heet hier. Gezellige terrasjes. Ik denk dat ze gaan stoppen. Nee, ze stoppen niet. Kijk eens even, hoe gezellig. Ja. We hebben even lekker plaatsgenomen op een bankje. Even 5 pik. Dat hebben we wel nodig. Na die 13 kilometer. Best wel pijn in mijn reet. We zijn weer uitgerust, dus we zijn weer op de fiets gesprongen. We zijn lekker aan het fietsen. Nu een stukje bos. Ook altijd wel leuk, die afwisseling. Kijk, zo gaat het even wat makkelijker, het filmen. Deze lopen er gewoon in het wild. Dat is Bella. Dat is Bella, hoor ik net. We gaan hier we gaan even stoppen. We gaan hier even een broodje gezond halen of zo. Dat gaan we maar doen. Waar zijn we nu? We zijn nu eventjes op Eurocamping in Vessem. Daar hebben ze een meeting van oude campers. Nu zie je er niet veel van. Ik rij allemaal achter die struikje. Maar ik heb al wat een en ander zien staan. Oude brandweerwagens en zo. Dus dan fietsen we gewoon eens even over. Om te kijken hoe wat. Er staan er zat in ieder geval. Kijk, hier zie je het een en ander staan. Mooi hoor. Super tof. Hebben jullie een kleine indruk gehad hoe het eruit zag zo op Eurocamping Vessem. We gaan weer verder fietsen. Kijk, een daktent er bovenop. Nou, daar was die weer. We gaan weer verder. We gaan naar de spekdonker toe. Dat is even geocache aan het zoeken. Nieuwe hobby. Ze hebben er een gevonden volgens mij. Is ze paddenstoel aan het plukken? Heb je geocats gevonden? En we zijn even op de kermis. Daar komen ze samen. Ik ga even je oliebolletjes ook nog even filmen zo. Hoppa. Kijk eens even, we worden verwelkomd hier op de kermis in Vessem. Goedemiddag allemaal. Zondagmiddag. Goeie. Ja. Net.
We gaan eventjes op de fietsjes, gaan we weer richting de Eurocamping en dan gaan we eens even geocachen. Ja, Dick gaat het leren. Ja, Dick gaat het ons leren. Nou ja, goed, het is in principe denk ik gewoon zoeken en loggen. Maar goed, ja, we gaan het zien. Soms vind jij al nog niet eens iets gewoon in een la, dus... Laat staan een geocache. Laat staan een geocache. Nou, we gaan het meemaken. Zo, we zijn bij Eurocamping Wessum. En dan gaan we het bos in. En dan gaan we de app eens even opstarten van de geocache. Benieuwd hoeveel dan we gaan loggen vandaag. Maar ik krijg natuurlijk les. Ik krijg les van Dick. Dus ja. We gaan het allemaal meemaken. Ja. Nou, de eerste gaan we filmen. De rest filmen we niet meer. Kijk eens even. Freek vonk me een momentje. Nou, zo, kijk eens even. Gaat het wel goed? Oh, nee. Onze dierenvriend. Nou, we hebben wat, hè? We hebben wat gewonnen, jongens. Nou, nog eruit. Ja, we tekenen hem even af en dan hebben we de eerste gevonden hier al. Dierenrijk heet dat, geloof ik, al die vlogs. Dierenriem. Dierenriem, ja, inderdaad. We leggen er hier heel veel dicht bij elkaar, dus bij je beginnende vloggen zoals ik is dat hartstikke leuk om hier even rond te lopen, want dan heb je er heel veel. Wat is het? Ik bedoel beginnende geocache, hè? Geen beginnende vloggen, maar beginnende geocache. Best. Nou, we hebben hem gelogd, we gaan hem weer terug doen, op naar de volgende. Mazzel. Mazzel. Nou, dat was de zesde geloof ik alweer, gaat prima zo. Ja, dat gaat goed. De dierenriem. Dierenrijk, dierenriem. Nou krijgen we de serieuze. Nu gaan we de serieuze. Oké. Okay. Kom, we gaan die bosjes uit. Ziet er wel een beetje raar uit, zo. Ja. Kijk, en wie moet allemaal het werk weer doen? Ja. Wij. We zijn nog steeds de paden en de lanen aan het volgen. Op weg naar de nieuwe geocache. Het is wel leuk, maar er zit wel degelijk verschil in tussen de gratis versie en de betaalde versie. Betaalde versie kun je die paden allemaal een beetje beter zien. Dan gaat het navigeren wat makkelijker. Maar het is leuk. We zijn op 100 meter na bij de volgende. Dus. En het is gelijk even goede wandelingen. Dit is toch altijd weer grappig, hè? Dat je van dit soort steentjes tegenkomt als je aan het lopen of aan het fietsen bent, hè? Bloemen van het land. Nou ja, vandaag staat er niks in, maar tamme kastanjes staan er nog en de decoratie hangt er nog. Het is toch altijd leuk. Het is leuk dat het allemaal nog kan. Althans, als het goed is. Ik neem aan dat ze ze verkocht hebben en dat ze er niet uitgejat zijn. Het is geocachen met hindernissen. We gaan nu rappel over. Ah, dat gaat goed. Kijk, we komen daaruit. Dat was een beste. Maar goed, we hadden hem weer. We zijn op de terugweg naar de fietsen. We hebben er een stuk of 10 gedaan. Mijn tong hangen op mijn schoenen. Maar ik heb ze gevonden. Nou, gaan we lekker naar de campplaats. Gaan we lekker wat drinken. We lopen nu nog wel in de bos, maar... We zijn bijna bij het startpunt weer, waar we de fietsen ingezet hebben. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Het is zondagavond. Kijk eens even. Hij staat lekker te pruttelen. Lekker platen. Gaan we zeker doen. Nou, laat zien hoe je dat allemaal doet. Ik ga het één keer voordoen. Hey, weet je wel mis, Jack? Kijk, en als het gebarbecued is, ja, dan moet er ook nog afgewassen worden. Hè? Dat ding schoonmaken, dat is echt altijd kloten. Er zit geen sopje in. Zit er geen soppie in? Maar geen oh, geen stoppie. Ja, dat is niet handig dan. Morgen allemaal!
We hadden een super gezellig weekend met Dickie en Jacques. Ja, alleen een slechte afsluiter. Vanochtend wordt er om 7:15 op de camper geklopt, Jacques. Jullie hadden toch 2 fietsen bij? Ja. Ja, wij hadden 2 fietsen bij. Jammer joh, we hebben er nou nog 1. Ja. Het dievengilde was langs geweest op de camperplaats. Voor alle duidelijkheid, laten we heel eerlijk wezen, camperplaats kan er niks aan doen, hè? Absoluut niet. Het kan overal gebeuren, maar nu was het dievengilde hier langs geweest. En ja, hij stond op slot en hij stond met de kettingslot eraan en dat allemaal, alles stond goed op slot. Ja, bij die andere mensen ook. We waren niet de enige. Maar... En we hebben door dan een goede baan komt te hebben. Ja. En die binden we dadelijk ergens aan een boom vast. Ja. Dus bij Moos die gaat op ratsoen. 300 meter linksaf. Daar want nul gemerkt. Ja. Fietshoes eraf gehaald. Het dikke motorslot doorgeknipt. Of wat dan ook. Ja, nou ja. Dat moet wel, want anders kunnen ze niet jouw fiets meenemen. Nou ja, dat snap ik. Maar in ieder geval fiets weg. Dus we gaan nu onderweg naar La Crosse. Ja, we zijn er niet zo gek ver vandaan. Gaan we even kijken, want er klopte nog iets niet met de chassisnummers. Want die stonden dus nog niet op onze rekening of iets dergelijks. Nee, dus bij deze mensen gelijk even een waarschuwing. Kijk of dat je chassisnummer van je fiets vermeld staat. Heel mooi. Elke keer slaap erover, maar in beeld. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja. Kijk of dat je chassisnummer op je fiets staat. Zo niet, maak er zelf even een fotootje van. Nou ja, op je fiets staat hij wel, maar of je hem echt... Ja, op je bon. Want je hebt hem gewoon nodig voor de verzekering en voor... Ja, en zo en bij de... aangifte. Ja, en wij waren dus zelf niet zo bij de hand geweest om dat te doen. In de veronderstelling dat dat erop stond. Ja. Maar dat stond er dus niet. Maar dat heb je dus voor alles nodig. Ja. Maar ja, we gaan even kijken hoe en wat. Waarschijnlijk heeft La Crosse het in zijn systeem staan. Hopen we maar. Ja, we gaan het meemaken. We hebben al contact gehad, dus vandaar dat we er even naartoe rijden. Daarom wordt vervolgd. Zoals jullie zien staan we bij de La Crosse. Nou, ze hadden inderdaad chassisnummers hadden ze wel, dus dat is allemaal geregeld. We kunnen gewoon een aangifte doen en noem het dan maar op voor de verzekering en dat soort dingen allemaal. Dus daarbij hebben ze ons keurig netjes geholpen, want ook hun krijgen ja, hele occasions die maar een paar maandjes uit zijn of iets dergelijks. Van ja, er gebeurt helaas overlijden wel eens mensen. Of krijgen bepaalde ziektes en die kunnen dan niet meer op de fiets rijden. Ze hebben een hele schappelijke prijs hebben ze met ons afgesproken. Exact dezelfde, zwarte weer, noem het maar op. En alleen zonder een accu, want die hadden we nog. Dus dan maakt het het nog mooier qua prijs. Hè? En die gaan we als goed is vrijdag ophalen. Die van de tas hebben we ook gelijk achtergelaten, want die moesten 1000 kilometer beurt. En ja, dat was eventjes ons weekendje La Crosse fietsen. Maar tot op heden, vrijdag horen jullie meer. Tot op heden hebben ze het keurig netjes geregeld hier bij La Crosse. Ja. Daar kan ik voor de rest niks anders over zeggen. Nee, is gewoon netjes. Ja, keurig netjes. Kut. Ja, tuurlijk blijft het kut. Ik vooral nu dat gezeik met wat gaat de verzekering doen. Ja. Want... Wat we gaan doen, kijk. We gaan bij deze ook gelijk onze vlog afsluiten. Ja, het was een super gaaf weekend. Ja, zeker weten. Dikke Jack. Ja, goede reis verder. We gaan elkaar nog wel zien in één deze weken. Maar goed. Ja. Jullie waarschijnlijk ons niet meer met z'n vieren. Maar ja, het was echt super gezellig, hè? Ja. Lekker gefietst. Dat was fijn hoor. Allemaal. Ja, we hebben zeker lekker gefietst. Ja, absoluut. Daar ligt het niet aan. Aan de fietsen ligt het niet. Maar ja, goed, ja, het is nog eenmaal gebeurd. En, dus jullie weten al, volgende week zijn we weer even bij La Crosse. Ja, nou, ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken. En, dat moeten we nog ja, doen. We moeten nog iets laten zien. Kijk. Wat? Teunis en Rimi. Super bedankt. Ja, absoluut. Die kwamen lekker vers gerookte paling en een stukje koud gerookte zalm brengen. Ja, echt super lief. Volgens voor ons, ze hebben zelf ook een YouTube kanaal. Dat is dan inderdaad Teunis en Rimi. Ja.
Dus helemaal leuk, hè jongens. Dankjewel. Hartstikke bedankt. En bij deze, iedereen, tot volgende week. Hopen dat we dan... Dan wordt gewoon, we gaan lekker de fietsjes ophalen. Ja, zo is het. Wat geweest is, is geweest. Ja. En heb ik er de pest in? Tuurlijk. Ik was vanochtend woest. Maar we kunnen er niks aan veranderen voor maar de rest. Maar je verandert er niks aan. Oké, bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Doei, doei. Doei.